Goedemorgen, dames en heren. Café Weltschmerz. Mijn naam is Ken van Ierland. Ik heb hier bij me zitten Arend van Kampen. En we gaan vandaag een interessant gesprek op gang brengen rondom data. In het verleden heb ik een aantal sessies gedaan om uit te leggen wat data is en wat je daarmee kan. Ook in het kader van het Instituut voor Data Centricity. En zodoende ben ik tegen Arend aangelopen, die zich dadelijk even gaat voorstellen wie die is, wat die doet. Hij doet heel veel aan wat ons nou eigenlijk bij elkaar brengt in dit gesprek. En waarom dat eigenlijk heel interessant is wat we met elkaar gaan bespreken. Arend, presenteer jij even naar het publiek wie je bent en wat je achtergrond is. Doe ik. Nou, eerst dank Café Weltschmerz dat ik hier mag zijn met jou, Ken. Dus ik ben Arend van Kampen. Ik ben 62 jaar. Ik ben bezig met verschillende zaken, maar waarom ik hier zit is in principe dat ik de laatste 15 jaar zo'n beetje heb getracht om een soort van determinatie, een bevestiging zijn wat realiteit is. Realiteit, en daar heb ik voor gevonden eigenlijk een manier, en dat is informatietheorie. En daar specialiseer ik mij in. En heb ik een aantal methodes ontwikkeld om dus de realiteit in principe in kaart te brengen en te meten. Hè? Zo gaat dat. En dat wil ik graag met jou vandaag bespreken, Ken. En waarom is dat belangrijk, Arend? Nou, in deze tijd heeft men dus wel door en heeft men wel gezien dat we in een informatieoorlog beland zijn. In informatie die niet altijd betrouwbaar is of niet geverifieerd kan worden. Fake news, false news, desinformatie. Maar wat wij dus hebben gevonden in ons instituut, dat heet Sustenance for All, is in principe dat de informatie niet kan worden gescheiden van de fysieke, natuurlijke werkelijkheid. Dus, ergo, betekent dat, informatie is informatie altijd. Je kan het dus niet door fake news verbergen. Je kan het dus niet overliegen, want die informatie bestaat altijd, want dat is een universele wet van de natuurkunde. Dus al is de leugen nog zo snel, de waarheid, achterhaalt hem wel. Klopt. Okay. En dat is nu fysisch aantoonbaar. Metafysisch. Metafysisch en fysisch aantoonbaar geworden, wat wij hebben ontwikkeld. Okay, dus je kan dus nu aantonen dat daar dus een natuurwet achter zit, waardoor informatie, de waarheid, dat gebaseerd is op metafysische wetten. Ja, de fysica, en wie niet begrijpt wat metafysica is, dat was de natuurkunde volgens Aristoteles, moest ook eigenlijk gebruikt worden in de werkelijke wereld. Vandaar de meta is na de fysica, betekent dat. Ja. Dus de natuur zegt dat de waarheid de realiteit is. Okay. En dat beauty, schoonheid, pracht, beheersing, besturing alleen maar door waarheid kan. Oh. Dus door alle informatie. Dat staat toch enigszins op gespannen voet met het gedrag van de mens. Ja, de mens heeft een bepaalde perceptie, vinden wij, een waarneming. En ik sprak met de natuurkundige Fritjof Capra. Die schrijft ook, wij hebben een crisis van waarneming. Okay. Wij zien de wereld niet zoals hij eigenlijk is. We zien de wereld zoals we hem willen zien. Wat wij prefereren. Mensenwetten die prevaleren boven natuurwetten. We creëren wetten die in strijd zijn met de natuurwetten, maar die laten wij prevaleren omdat we daar op basis van ons egoïsme-gen, wat maar zo sociaal dat ook beschreven heb, dat we daar de voorkeur aan geven omdat we daar korte termijn belang bij hebben. Ja, de belangen die zijn dus, die hebben voorrang gekregen over wat de werkelijkheid toelaat. Ja. Maar dat staat op gespannen voet met elkaar. Ja, want als je dus die wetten van de natuur niet toepast, dus de informatie die je nodig hebt om een doel te bereiken, dus negeert, ontkent, dan zul je dat doel nooit bereiken. Dat is de fysieke realiteit. Dus wat wij proberen, kan niet zonder alle informatie steeds te gebruiken en daardoor het doel te bereiken. En dat is de wet van de cybernetica. Is dit geen hogere wiskunde
waarmee we het publiek niet bereiken. Want die begrijpen daar geen snars van. Nee. Ik denk, wat is dat voor gewauwel ja, met die twee mannen daar in die studio? Waar hebben die mannen het eigenlijk over? Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we het publiek moeten weten te bereiken. Dat we het begrijpbaar moeten uitleggen. Ja. Waar hebben we het nou over? Hè? Correct. Wat is dit nou? Correct. Nou, leg eens uit. Een voorbeeld. Een voorbeeld. Ik neem altijd de metafoor. Ik steek de weg over. Ik kijk alleen naar links of naar rechts. Maar ik kijk niet naar beide kanten. Hoe ver denkt u dat wij kunnen komen om die weg, die drukke weg over te steken? Nou, als er niemand op die weg rijdt, een heel eind. Maar als het heel druk is, heeft die kans natuurlijk. Precies. Nou, dat is eigenlijk de indicatie dat de informatie om dus te overleven is altijd nodig. Oké. De overleving, dat is eigenlijk het doel van de natuur, het doel van de wereld, het doel van de mens. Die communiceert met zijn omgeving. Het lichaam communiceert met zichzelf, maar ook met de omgeving. En van het lichaam krijg je altijd seintjes van, hey, er is iets niet in orde, informatie. Dus ik ga dat corrigeren om dat wel in orde te maken. Negeer je die informatie, die door je in de zenuwcellen bijvoorbeeld worden gecommuniceerd, dan raak je in die wanorde die wij dus entropie noemen. Entropie, wanorde, is dus een tekort aan informatie. En dat een is ook deficit aan data. Een deficit aan informatie. Precies, een deficit aan data is daar natuurlijk. Waar komt dat deficit vandaan? Wat is dat, het menselijk gedrag? Dat we ons beperken tot een bepaalde set informatie en tot we andere data buitensluiten? Ja, als we een heimelijke motivatie hebben om een doel te bereiken, dat misschien de informatie zal moeten worden genegeerd. Hè? Want als we die informatie zouden toelaten, zou dat betekenen dat het doel. Dat we het doel niet halen. Of de schadelijkheid van dat doel misschien dan al bekend wordt voordat men er is. Ja. Dus die schadelijkheid is ook informatie. We weten dat al van tevoren. En daarom hebben we twee. Vergelijkingen gemaakt om dat aan te tonen. Oké. Als ik dat probeer te duiden. Hè, kijk, we zijn natuurlijk geconfronteerd met een virus. Het coronavirus. Dat komt uit het niet opzetten. Terwijl het coronavirus al miljoenen jaren onder ons zijn. En dan gaan dus bestuurders die proberen daar dan beleid op te maken. Hè. En wat we dan doen is dat we een groep van medici samenstellen. Dus allemaal mensen die opgeleid zijn in één bepaalde richting. En dan gaan we van analyse naar oplossing. Om proberen met een one size fits all benadering. Ja. Dat probleem. Hè, dus het is een gedifferentieerd vraagstuk. Ja. Wat we proberen met een one size fits all benadering. Dus we sluiten informatiebronnen af. We kijken naar één informatiebron. Dan laten we dus door medici laten we dat beoordelen. En dan gaan we een soort tunneleffect gaan we in, waarbij we proberen dat probleem. En we zien dat in de oplossing van het probleem er steeds meer repressie ontstaat om dus die kant op te duwen, want dat virus moet onderdrukt worden. Ja. He, dus de doelstelling is dat het virus moet onderdrukt worden. Dus vanuit een nobele gedachte zien we dat we, doordat we er niet holistisch naar kijken en vanuit aspecten naar kijken, zien we dat we in een tunnelvisie terechtkomen. En in die tunnelvisie volharden we in onze gedachten en gaan dus steeds meer met onderdrukking. Onderdrukking, zeker. Ja? Druk, ja. Waarbij aspecten als transparantie steeds meer komen te vervallen. Je kan natuurlijk niet meer transparant zijn. Nee. Omdat je natuurlijk alle mogelijke data en informatiebronnen hebt buitengesloten. Ja, exact. He, dus we proberen op een lineaire wijze een gedifferentieerd vraagstuk op te lossen. Waarbij de complexiteit van het vraagstuk natuurlijk groot is. He? Heel groot. Heel groot. Begrijp je dat virus niet? Nee. Begrijp je niet wat de consequenties zijn? En dan maken we het steeds complexer. Dus de oplossing wordt eigenlijk exponentieel complexer. En dan in één keer, dan dooft dat virus uit. En dan gaat iedereen roepen, ja, maar dat komt door ons beleid. En dan denk ik van, is dat wel zo? Of is dat nou juist dat die wanorde eigenlijk op een bepaalde manier geordend is? En dat daar meer achter zit dan alleen maar. Hè, dat wij als mensen proberen dat naar onze hand te zetten. Ja. En dat eigenlijk toch, volgens jou is dat eigenlijk
Nee, de natuur naar onze hand zetten is niet mogelijk. Om ja, maakbare samen. Nee, want ten eerste staan we niet boven die natuur of ernaast. We zijn de natuur zelf al. Okay. Dus we zijn een deel van die natuur. En door onze perceptie, onze waarneming, bestaat die natuur alleen maar. Ja. Ja, als wij er niet zijn, waar is de is natuur? Is die er ook? Is die er ook, maar ja. Waar is die? Want wij zijn er ooit een keer niet geweest. Want dat bewustzijn is er dan niet meer. Dat ons dat nou een geweldige bijdrage heeft geleverd aan deze planeet, of wij er wel gekomen zijn. Maar misschien leed al beter af als wij er met z'n allen gewoon vertrekken. Dat is wat mevrouw Kaag op probeert te bereiken. Ik denk dat de mens een gigantische potentieel heeft, een creativiteit heeft die gelimiteerd is. Hè? Daarom kunnen wij wel, zoals wij schrijven, orde bouwen in onze maatschappij, in onze samenleving. Ja. Dat hebben wij, die capaciteit hebben we. Maar we gebruiken hem niet. Omdat we ons niet bewust zijn van deze natuurwetten. En wat doen we dan goed en wat doen we dan niet goed? Perceptieprobleem. Wat doen we niet goed? Nou, ik denk dat wij een doelstelling willen forceren, vaak. Hè? Hebben daar een belang bij, dat wordt geforceerd. Die forcering wordt niet natuurkundig toegelaten zonder die entropie te veroorzaken, die wanorde te veroorzaken of te vergroten, te versnellen. Hmm. Elk proces, al rij je in een auto, je gaat naar het ziekenhuis, alles is nodig, alle informatie is nodig om iemand beter te maken, toch? Ja. Dan kan je niet zeggen, nou die informatie die gebruiken we maar niet en die wel. Dat gaat niet. Oh. Toch? Nee, want ook als je hier vandaan naar Rotterdam rijdt, hetzelfde verhaal, de informatie die je daar onderweg tegenkomt, dat is feedback, hè? Is altijd nodig om je doel te bereiken. En hoe meer feedback, hoe beter je... Het is een balans van feedback. Het is een positieve feedback. Ik ga rijden, ik ga daarheen, ik heb een doelstelling. Maar als die onderweg iets tegenkomt, hè, een stoplicht bijvoorbeeld, in de metafoor. En die staat op rood, dan moet je geen gas geven. Nee, dan moet je geen gas nemen, want dat is de informatie. Die rode licht is de informatie, die negatieve feedback, om je rijgedrag te corrigeren en je te laten stoppen. En dat is op alles van toepassing. Op het politieke proces, op het vaccin wat je net omschreef, op het virus. Het virus is onbeheersbaar, schreef ik al 2 jaar geleden, omdat het een niet-lineair, we noemen dat een non-lineair fenomeen is. Oké. Okay. Lineariteit, de analyse, we gaan kijken en je zegt die wetenschappers, die medici, die hebben dan een bepaald beleid. Nou, we kunnen onze eruit prikken, letterlijk werd gezegd, hè, uit deze situatie. Ja, maar dat wordt toch tegen mij gezegd, neem nou een prikje. Ja. Doe dat nou voor mij. Ja. Ja. Neem nou een prikje, want als iedereen in de wereld een prikje neemt, dan sterft dat virus vanzelf wel uit. Ja, maar... Is dat een lineaire gedachte, dus dit, hè? Maar dat is een lineaire gedachte. En ik schreef een stukje over informatietheorie dat van toepassing op die aanpak. Dat als je een opdracht geeft aan een vaccin, dat is een messenger. Ja. Dat message, dat bericht, verkeerd kan worden geïnterpreteerd door die complexiteit van het lichaam en de omgeving. Omdat we niet alles beheersen. Precies. En we eigenlijk niet weten. Precies. Wat nou de sideliners zijn, de side effects zijn. Nee, want de cel kan zo'n bericht... Dus dat is eigenlijk ook een beetje de surprise show. Ja, precies. En dan vervolgens, als er dan surprises zijn, dan gaan we die surprises onderdrukken. Dan zeggen we gaan u geen inzicht geven, precies, in die informatie. Die gaan wij niet met u delen. Nee. Vanwege, kom eens met een flauw excuus. Privacy. Vanwege privacy. Hè? Kom eens met een beetje. Dus dat is weer hetzelfde effect. De informatie die je zou moeten delen om dus wel te doorgronden wat er echt gebeurd is, wat er gebeuren kan, wordt dan gecensureerd. En dat is natuurlijk wederom entropie. Disorder, onbeheersbaarheid, onbestuurbaarheid. Maar hè, er stond vanmorgen een interessant artikel in de krant dat men heeft geconstateerd dat overheden en bedrijven in toenemende mate zich bedienen van leugens. Het wordt dan een beetje afgedaan als het leugentje voor het best wil. Hè? Ja. Maar wat we wel constateren is dat we mensen in toenemende mate verhalen op de mouw prikken. Narratieven, dat is een mooi woord. Hè? De laatste jaren natuurlijk een zwangers gekomen. Dat iedereen zich bedient van een narratief waar een belang achter zit. Er zitten hele grote belangen. Tuurlijk. Belangen, grote belangen. Maar er zitten belangen in waarbij we dus een soort eenrichtingsverkeer creëren. En
Zeg van, dit is het verhaal, dit is de waarheid. Ja. De Pravda. Dit is de waarheid. Ja, zeker, zeker. Maar... waarom doen we dat? Nou, zoals we net zeiden, we hebben een belang daarbij. We willen iets bereiken wat we niet verdienen. Wat we niet verdienen? Ja, wat we niet echt verdienen door hard werken, door iets... Is het luiigheid? Ik denk het, ja. Is het luiigheid? Lui is, eventjes ter sidestep naar luiheid. Professor Mackay in de teksten zei twee facetten van de mens. Hij is lui en hij is bang. Hoe angst? Een combinatie, dus de bron is de angst. De angst om het te verliezen, iets wat je hebt misschien te verliezen. Ja. En dan ook de luiheid om er niet voor te willen werken. Oh, dat is wel een hele bijzondere combi, hè? Zo zie ik het dan, hè. Dus je gaat dus de informatie, hè, die... ga je naar je hand zetten. Die leugens ga je creëren. Deceptie, leugens, onwaarheid, fake news. Angst aanjagen. Om naar maar te zorgen dat jouw ulterior motivation, jouw geheimelijke motivatie, niet bekend wordt. Wat je eigenlijk wil. Dus ze propageren één deel, daar willen we naartoe. Maar ze vermijden dus de informatie die dat doel eigenlijk zou ondermijnen. Want anders zouden ze dat politieke doel bijvoorbeeld nooit kunnen bereiken. Maar ook... ik kan nu zeggen, het is dus onbereikbaar al omdat deze wet van toepassing is. Ja, ja. En heeft dat ook te maken dat eigenlijk wij mensen niet willen veranderen? Als ik kijk naar, dus ik praat dus met doktoren, internisten. En ja, al die diabetici die over de vloer komen. En je kan dus van diabetes af, hè? Dus... en zeg maar, eigenlijk maak ik in mijn carrière zelden mee dat mensen die het hebben opgelopen er weer van afkomen. Je kan er vanaf, hè? Dus door veel te bewegen, je voeding aan. Ja. Hè? Maar dus door te veranderen. En veel mensen niet willen veranderen. Niet kunnen, want ze kunnen wel veranderen, maar ze willen niet. Nee. Hè? Dus luiheid, angst. Mm-hmm. Hè? Bang voor te veranderen. Ja. En dan kom ik met iets heel plastisch aanzetten. Hè? Maar je ziet het eigenlijk door die hele samenleving heen lopen. En het is volgens mij ook cultuur verbonden. Want je ziet in bepaalde landen heeft men minder angst om te veranderen. Wil men veranderen? Of zie je juist verandering als een leidmotief van die samenleving? Ja. En je ziet dat in gesapige samenlevingen waar wij zitten, dat die verandering wordt gezien als een angstfenomeen. En we willen dat dus niet. Nee, nou ja, angst is natuurlijk... we durven niet. De angst is natuurlijk de angst voor de dood, hè, vooral. Hè? Dat je heel veel dingen uitstellen, afstellen. Net als de fiscus. Je wil twee dingen te veel. De fiscus niet en de dood niet. Ja, de dood. Die moet je uitstellen, allebei. Kijk, door de manipulatie van de angst voor de dood kun je dus een hele bevolking natuurlijk in een vorm gieten die ze eigenlijk niet zouden willen. Hmm. En dat is natuurlijk al 6000 jaar steeds geprobeerd. En daarom zullen die doelen die ze dus heimelijk willen bereiken altijd geforceerd moeten worden en zullen. Die worden geforceerd met dan ten koste van. Hè. Dan krijg je een negatief, interdependent of interafhankelijk systeem wat men bouwt hier in de wereld. Dat alleen een aantal voordelen voor een paar oplevert, maar ten koste gaat van de mens, omgeving, et cetera. Dat zien we nu big time gebeuren. Dat is natuurlijk nu aan de hand. De hele discussie die we nu hebben lopen met ons asielbeleid, energietransitie, klimaatbeleid. En goed, ga zo maar door. Hè? En de situatie in Oekraïne. Dat we door een kleine groep mensen in voedselschaarste worden geduwd, in energieschaarste worden geduwd. Ja. En dat iedereen lineair voelt aankomen. Ja, hè, want je voelt, iedereen voelt als het. Als je je oor op de rails legt, dan hoor je de trein uit Groningen vertrekken. Ja. Hè? Hij komt eraan. Ja. Dus op een of andere manier hebben wij iets destructiefs over ons. Dat we weten dat die trein uit Groningen vertrekt. We horen hem aankomen. Hè? En kijk, als een hond gevaar ziet, verschuilt hij zijn hoofd achter zijn voorpoten. In de hoop van, als ik het gevaar niet zie, of als het gevaar mij niet ziet, hè, als ik het gevaar niet zie, ziet het gevaar mij ook niet. Hè. Ja, maar dat is het. Maar de mens is daar in wezen niet anders. Maar dat is juist zo belangrijk, dat wij ons bezighouden met deze denktank van een soort van wetenschap van de realiteit, van de functionaliteit. De functionaliteit wordt bepaald door voldoende informatie. Dat is eigenlijk een regel.
de materie en de energie, de wereld waar wij dus een deel van zijn, onze functionaliteit wordt bepaald en gestuurd door middel van informatie. Ons DNA werkt zo en wij werken ook zo. De natuur werkt zo. Dus om überhaupt te kunnen overleven, moet je dus die informatie die er altijd is, die altijd dus tegenkomt, meteen in real time inzetten, gebruiken. Ja. Om dus te voorkomen, dat die gemanipuleerd wordt. Ook dat. Ook ja, dat. Ook dat. Data manipuleren. Ja, oké. Okay, nou, dat is dan jouw visie op dat. Een beetje om, hè? Precies. Nou, oké. Okay, dan kom je uiteindelijk aan de code van het leven. En de code van het leven is in principe informatie, data. Ja, dan kom je op mijn vakgebied. Ja, precies. Datacentrisme. Ja, hè? Ja. We hebben het Instituut voor Datacentrisme opgezet, waarbij we proberen mensen, bestuurders uit te leggen wat datacentrisme nou betekent. Ja. Dan neem ik toch even even mee op reis. We zijn ooit begonnen in de jaren 50, 60 met automatiseren. Dat was natuurlijk ook weer ordenen in de chaos. En waarbij we fantastisch veel efficiëntie konden bereiken. En dat hebben we gedaan. Ooit hebben we dat in de basis opgezet in architectuurdenken. Dat hebben we goed gedaan destijds. Ja, okay. Er waren wetenschappers die bestonden nog niet onder invloed van politici. Nee, nog niet. Ja, en nee, mensen die mochten dan zelf denken, ja, precies. Nou, maar dat is later anders gegaan. Dus toen hebben we dus data-architectuur opgezet. Om te zeggen, het vertrek is de data. En als je die data heel goed interpreteert, kan je daar functionaliteiten aan toevoegen. Ja. Waar wij baat bij kunnen. Ja. Waarbij we de efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie kunnen vergroten. Nou, dat zijn we nog gaan doen vanuit grote mainframe computers, timesharing omgevingen. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Ik loop al wat langer mee. Mm. Dus ik heb die hele evolutie meegemaakt. Maar ergens hebben we in de jaren 80, 90 zijn we overgestapt naar distributed data processing. Waarbij we niet meer zijn gaan focussen op de data, maar zijn gaan focussen op de functionaliteit en op de processen. Ja, precies. Dus we zijn onze eigen werkelijkheid gaan creëren in bedrijven. En we zeggen, nou, alle processen beschrijven, dan gaan we al die processen automatiseren. En toen de applicatie werd leidend en de data was een afgeleide en verdween in databases met allemaal duizenden verschillende datamodellen. Ja. En die complexiteit die is nu doorgegroeid. We zitten nu in 2022, bijna 2023. Dat die complexiteit is zo groot geworden, dat er dus nu problemen ontstaan dat A, het niet meer financierbaar is. Nee. Dat de systemen zo log zijn geworden dat als je er hier aan duwt, gaat er daar een uitstulping. Dus er gebeuren nu dingen die we niet meer kunnen verklaren. Nee. Dus dat is die entropie, die wanorde. Ja. Is dat die zich uiteindelijk, die heeft zich eerst laten onderdrukken en die groeit. En op een gegeven moment neemt hij het dus weer over en dan ontstaat een totale wanorde. Laat me eventjes illustreren wat die complexiteit is voor het publiek. Okay. Ik heb het opgeschreven. Okay. Moment, hè? Oh, even een korte. Wacht even. Deze. Mm-hmm. Of is het nu ook al een vorm van entropie dat hij het niet doet? Die dingen doen het namelijk nooit. Ja, die dingen doen het nooit. Jawel. Wacht even. Dat noemen ze ook Murphy's Law. Murphy's Law. Een vorm van entropie. Nee. Wacht even. Misschien heb ik hem bewaard. Nou, in ieder geval, ik heb dat op mijn website staan. Maar het gaat eigenlijk over, ik kan het wel uitleggen eigenlijk. Wij leven in een wereld van beïnvloeding van een hele complexe range van mogelijkheden die wij niet kunnen zien, nog kunnen voorkomen, nog kunnen merken. Die zijn er wereldwijd, omdat wij in een netwerk van de realiteit werken. Heel veel invloed van de netwerken. Bijvoorbeeld iemand, er gebeurt wat in Azië, dat heeft direct invloed op ons hier. Er gebeurt wat in Amerika, heeft ook invloed op ons hier. Een butterfly effect. Zo, de complexiteit in principe is een dynamische kwantiteit van invloed waar wij geen vat op hebben, ook geen vat op kunnen hebben, ook niet kunnen besturen of beheersen. Net als het weer. En op die basis moet je de complexiteit zien, die dus niet beheersbaar is met een analytisch lineaire beheersing zoals regulering of wetgeving of forcering. Maar alleen maar bestuurd en genavigeerd kan worden met informatie, met data.
En zo is een organisatie ook. Hè? Het is een levend systeem die alleen maar gestuurd kan worden met informatie in de vorm van data. Dat zit dus in de data. Ja, precies. Maar de data zijn de bouwstenen. Ja. Ik noem dat zijn de Lego-blokjes waarmee je informatie kan bouwen. Als een vorm van informatie. Correct. Ik ga een huisje bouwen met Lego-steentjes. Ja. En dan wordt het informatie, want dan zegt hé, dat is een huisje. Je kan ook een boot mee bouwen, je kan een vliegtuig mee bouwen, je kan een trein mee bouwen. Ja, maar dus dat betekent dat we dus een aantal hoeveelheden componenten hebben, dus data als component, waarmee je kan componentiseren naar informatie. En op het moment dat je die informatie in de keten gaat plaatsen, dan zie je dat je dus een soort workflow krijgt. Ja, een integrale workflow. En die integrale workflow zou in principe maar 20% van alle mogelijke processen van een organisatie betekent. Want die 20% doet er namelijk toe. En die 80% is eigenlijk ballast, doet er niet zo toe. Nee. En dat we dus niet met een one size fits all benadering komen, maar met een gedifferentieerde oplossing voor een gedifferentieerd vraagstuk dat zich iedere dag anders kan gedragen door de omstandigheden om ons heen. Gigantisch en dat geldt dus ook voor bedrijven. Het geldt voor alle levende systemen. Nicholas Luhmann, de socioloog, die zei alle levende systemen, dus een organisatie, een maatschappij, een samenleving, zijn levende systemen van communicatie. Als je daar de communicatiefactor uithaalt, zijn ze dood, gaan ze dood. De communicatie, dus het processen van informatie, wat dus ook door Maturana in de Santiago-theorie is omschreven als cognitie, dus het processen van alle informatie, is nodig om een self-maintaining, een zelfvoorzienend systeem te bouwen. Oké. Heel mooi. Dat is heel interessant, hè? Dus, we zien dus dat. Zo is het precies ook. We zien dus bij bedrijven die zijn al 30, 40 jaar bezig. Die hebben hele complexe systemen gebouwd. Die hebben bedrijven overgenomen. Ja. En die complexiteit die is heel groot geworden. En dan zegt zo'n directie, dat moeten wij anders gaan doen. Ja. En dan zoeken ze. Hè, dat is mooi wat Einstein zei. Hè, degene die het probleem heeft veroorzaakt, gaat het dood oplossen. En omdat we dat lineair proberen op te lossen, want wij denken dat digitaliseren een IT-onderwerp is. En dan wijzen we naar IT-mensen. Ja. Hè, dat zijn technologen. Die moeten dat probleem oplossen, maar die kunnen dat probleem helemaal niet oplossen, precies, omdat ze er niet voor opgeleid zijn. Dus jij zegt IT, informatietechnologie, waar de informatietheorie aan ontbreekt, zo zie ik het. Ja, dus je ziet dat die mensen die vertonen autistisch gedrag. Precies, lineair alleen maar. Heel lineair, autistisch gedrag, want die zeggen van, nou dan gaan we een data lake bouwen. En dan denk ik, oké, dus dan gaan we al die databases gaan we leeg trekken. En dan maken we er gewoon een kopie van. Dan gooien we dan in die datalijn. En wat gaan we dan doen? En dus dan zie je dus in die discussie van, wow, dat wordt heel complex. En dan stel ik de vraag van, maar is dat ook financierbaar? En dan zitten ze je aan te kijken. Financierbaar, hoezo financierbaar? Ik zeg, nou, zo'n bedrijf, die moet dat wel kunnen betalen. Hè? Want nu is dat 90% van het budget gaat op aan de onderhoud van die oude systemen die eigenlijk niet meer in staat zijn om dat bedrijf zich te laten aanpassen in de nieuwe wereld. Nee. Dus hoe kom ik nou van oud naar nieuw? En dan wordt het moeilijk. Dan gaan ze applicatie, rationalisatie en data lakes en system integration. Nou, dus het is zo liever leeg. Het gesprek evolueert als dat we op een gegeven moment in hiërogliefen gaan communiceren. In allemaal slogans en bargoens en taalgebruik. Waarbij ze directie natuurlijk er helemaal geen bal meer van begrijpt. Die gaat het over. En dat kost verschrikkelijk veel geld. En dan ze zijn dan slachtoffer van die entropie. En dan probeer je daar, zeg van, stap nou eens uit je paradigma. Ja, precies. Ja, stap nou eens uit je paradigma. En ga het eens vanuit de data bekijken. He, want uiteindelijk is het zo dat maar 20% van de data van jouw bedrijf, die creëert 80% van de waarde van je onderneming. Dus waarom ga je nou 80% van de data lopen financieren en 80% van de applicatie, die allemaal geen bal bijdragen, waarom blijf je dat doen? En dan kom je uit op van, dat durf ik niet. Waarom durven ze dat niet? Waarom durven ze dat? Is dat die angstfactor? Oh, die angstfactor. Waar zijn ze dan bang voor?
Dus je zit vast in het doolhof. Het is vaak zo. En ik zo, doe een luikje open en ik zeg, kijk, als je deze weg naar buiten, dan kom je in de hemel. Maar dat is exact hetzelfde als wat ik meemaak in mijn werk. Ik geef trainingen en je laat aan een CEO wat zien van, nou, dit heb ik ontdekt. Dit zijn de informatie gaps die er zijn. Dan zegt hij tegen mij, maar ik heb het 30 jaar al zo gedaan. Ja. Dus u mag gaan. Ja, hoepel op voor mijn erf. Ga van mijn erf af. Precies, toch? Dan krijg je een briefje, een één-regel-briefje. Wij hebben besloten om niet met u in discussie te gaan. Precies. Dat was echt want u begrijpt onze complexiteit niet, want wij zijn uniek. Ja, maar dat is vaak zo. Ja. En dan zeg je, ik heb het aangetoond. Dit zijn informatiegaps, die risico's van, hè? Dus op deze basis. Die komen echt niet verder. Cynisch van. Die komen echt niet verder. Nee, dat is echt wel jammer aan de kant. Want dan zeg je, wat dan de mogelijke risico's? Hè? Dus wat ik heb gebouwd is een soort early warning system. Ja. Dan zeggen we, information gaps, information deficits, tekort aan informatie, heeft direct te maken met de increase of de vergroting van je risico's, toch? Ja. En dat is echt een mooi concept, denk ik. Is dat misschien omdat veel van die bestuurders geen ondernemers zijn, maar managers? Ook. Dat het niet met hun geld is, dat ze benoemd zijn voor een paar jaar. Dat ze dus zitten uit te... Want ze hebben dan ook zo'n centimeter in de kast hangen. Hè? Dan ieder jaar met de nieuwjaarsdag, dan wordt iedereen uitgenodigd. Dan knippen ze er weer een centimeter af. Zeg, moet nog maar 3 jaar. Ja, dat is de mentaliteit natuurlijk ook. Mentaliteitsprobleem. Mentaliteitsprobleem van... zorg zijn als ik mijn bonus maar binnenhaal, whatever. Ik zeg allemaal een rol, hè? Ik zeg altijd tegen mijn studenten, don't ask me, I just work here. Ja, what the fuck. Ja, precies. Nee, maar dat is natuurlijk omdat ook weer de perceptieprobleem, men ziet niet wat eigenlijk de totale realiteit zijn moet. Men wil het ook niet zien, heeft het nooit geleerd, is nooit opgeleid daarin. Dus we zitten toch met een crisis. Wij vinden het natuurlijk heel belangrijk dat we draagvlak hebben in de organisatie. En wat is een CIO? Wat is een business unit managers? En die zeggen allemaal, baas, laat ons het zelf doen. Luister nou niet naar die mannen, we hebben het altijd al zo. Ja, die consultants en met de consultants hebben we dit helemaal zo uitgewerkt. En dan vinden we dat we dit zo gewoon... Hè? Ja. Precies. Als je tenminste hier nog 3 jaar wil blijven zitten, want het is chantage. Ja, zeker, zeker. En dan komen die zagen, die hoor je al aan stoelpoten. En begint er ook alweer. Ja. Dus die man die denkt van, eigenlijk, die kijkt in de spiegel en die zegt van, maar eigenlijk ben ik gewoon een weekdier. Ja, en dat is wel heel interessant vanuit de cybernetica. Cybernetica is de basistheorie van de informatietechnologie en de informatietheorie. Hè. Dat was Norbert Wiener al in de jaren 50 was hij er al mee bezig. Dat zijn allemaal slimme, ik hoor allemaal namen voorbij komen. Ja, Norbert Wiener was een belangrijk, dat was de grondlegger van de cybernetica. Okay. Cyber betekent... Er is geen mens op straat die begrijpt wat dat betekent. Maar Kuber is eigenlijk het sturen van een schip. Nou, als ik hier vandaan naar Rotterdam wil varen, Amsterdam naar Rotterdam, wat moet ik dan doen onderweg? Steeds die koers corrigeren. Exact. Hetzelfde verhaal, omdat die haven te bereiken. Dus Kubernetes is het feedbackprincipe, feedbackinformatie, om dus ergens naartoe te kunnen gaan en een doel te bereiken. Okay. Positieve feedback, dat is een versterkend effect. Maar de negatieve feedback is geen slecht feedback, wat men vaak denkt, maar corrigerende feedback die je nodig hebt om überhaupt op koers te blijven. Ja. Nou, dat is heel toepasselijk op alle informatie, op alle organisaties. Alles. Op alles. Dat was stuurwerk. Hij zegt ook, het is het besturingsprincipe van man en de machine. Prachtig, toch? Het is leuk, want de data precies. Zou dus in staat moeten zijn om een organisatie te vertellen wat de volgende stap in het proces is om het doel versneld, efficiënt en effectief te kunnen bereiken. Ja. En dat is niet altijd mensenwerk. Hè? De mens kan zeggen van, ik heb nog wat informatie, maar die geef ik jou lekker niet. Nee. Want ik wil op tijd naar huis. Morgen vroeg ben jij weer de eerste. Ja. En dan leg ik het in je bakje. Maar in een datacentrische omgeving, die zegt van, je moet nu die actie ondernemen. Ja, het is real-time correctie. Ja, real-time correctie. Dat is het belangrijkste wat we hebben. Dat is alle processen, politieke processen ook, die corrigeren zich niet. Dat zijn centraal geplande doelen. Daar worden ze niet vrolijk van in Den Haag, want die lopen alles te manipuleren. Die totaal geen enkele correctiemogelijkheid toe meer laten. Okay. Daarom zijn ze onhaalbaar, daarom worden ze geforceerd.
Dus een vergroting van regulering. Okay. En daarom krijg je die wanorde in de maatschappij. Entropie. Wat ik interessant vind. Hè? We hebben nu wet en regelgeving. Ja. Hè? De AVG. En we hebben allerlei andere wet en regelgeving waarbij toezicht wordt gehouden op bedrijven. Die dus moeten rapporteren dat ze ook voldoen aan die wetgevingen. En dus we hadden een keer een project gedaan met de grootste vermogensbeheerder in Nederland. En die ons vertelde dat ze met hun systemen, die veel te groot waren, voor eigenlijk hetgene wat ze deden. Ja. Dat ze, en ze verplicht waren om de identiteit van de beleggers, om die goed vast te leggen in het systeem. Op het moment dat ze dus kapitaal kwamen brengen. Dus tegenwoordig willen we weten wat het kapitaal allemaal vandaan komt. Ja. En wie en wat, hoe en waar, wat het in belegd wordt en zo. En dat deed men dus niet. Dus achteraf ging men in die database zitten punniken. Hmm. Om in de rapportages naar DNB, want het waren, dus was geen real time. Maar dat was allemaal gemanipuleerd. Ja, en toen heb ik gezegd, ja maar luister, als je dat nou anders inricht, maakt dat datacentrisch. Hmm. Dat betekent dat je van al die maffe systemen af bent, dus ook die complexiteit ben je af. Ja. Ja? En dan gaat het systeem zichzelf real-time inrichten, ja, waarbij de winstgevendheid van jouw bedrijf in 10 maanden tijd, you will not believe it, maal 3. Ja. En je krijgt de mogelijkheid om naar nieuwe businessmodellen te groeien, waardoor je dus je ambities zou kunnen waarmaken. Ik ben helemaal mee eens. Wat schetste nou mijn verbazing? Dat willen ze niet. Want ze willen achteraf die data kunnen manipuleren. Dus ze kozen dus niet voor de datacentrische oplossing, dus transparantie, real-time omgeving, de mogelijkheid tot een resultaatsverbetering. Zegt die directeur, ik wil helemaal geen 3 keer de winst hebben. Ik wil mijn proces kunnen blijven manipuleren. Ja, ja. Oké, dus in de leugen blijven. Ja. Maar daar heeft hij dus een motivatie voor. Daar heeft hij motivatie voor. Daar zijn we eigenlijk nooit. Welke motivatie? En dat is eigenlijk wel leuk, de brug. Want toen hebben wij de groot aandeelhouder. Ik zeg van, je verdoelt niet een wet regelgeving. Als ze hierachter komen, dan sluiten ze gewoon je winkel. Ja, maar dat is wel leuk. En weet je hoe die meneer reageerde? Ja. Die zei, meneer van Nederland. Dames en heren, ik geloof het namelijk echt niet. Ik heb uw informatie niet gelezen, want ik krijg namelijk al genoeg spam. En dat is juist heel mooi. Ik schreef het net nog even op, dat we altijd naar de oorzaak moeten zoeken. Dat, de school van Athene zei het al. Precies, de diepere oorzaak. The seek knowledge of cause. Ja. Dus de root cause. Zoek de oorzaak. En dat heb ik eigenlijk met dit onderzoek gedaan. Leg eens uit. Nou, ik ga dat uitleggen. Ja. Dat heb ik op het bord gezet. Ik kan er niet bij staan, maar ik heb mijn... Nee, blijf maar lekker zitten. Ik kan het zo aanwijzen. Is dat goed? Ga je gang. Entropie, wanorde, ontstaat door een valse, foute perceptie. De P. De P, dat was eigenlijk het moeilijkste stukje wat ik heb gezocht. Maar het is onze waarneming die ons een bepaalde perceptie van de realiteit geeft. Dus dat kan ook een grote misperceptie zijn. Exact. Okay. Valse perceptie. Nou, het leven. We hebben een klimaatprobleem. Ja, dat kan een geweldige misperceptie die gecultiveerd wordt. CO2 is de basis van de klimaatverandering. Ja. En alles wat erachteraan komt is een afgeleide van die mogelijke, ik zeg even voorzichtig, de mogelijke misperceptie. Ja, maar dat is een incompleet beeld natuurlijk. Een incomplete perceptie. Ja, maar die jongens hebben gezegd, die wetenschappers ook zo'n CO2. Ja, maar het is niet helemaal het hele verhaal. Ook weer een gedeeltelijke informatiestroom. Die jongens van de IPCC. Als er dus een contradictie tegenkomt, dan wordt die meteen gepareerd. Onthouden. Ja. Nou, dus het leven, het symbool Ankh, het Egyptische Ankh. Ja. Min informatie, dus er is niet voldoende informatie. Ja. Altijd buiten de realiteit, of wat ik genoemd heb, de limieten van de realiteit, of de realimiteit heb ik dat genoemd. Oh, dat is mooi, dat is een concept. Ja. Is altijd dat symbool entropie. Disorder. Hè? Dus entropie is eigenlijk een meetbaarheid van informatie in een systeem. Oké, dus daar waar de mens zich weer gaat lopen bemoeien. Kwantiteit van informatie is belangrijk, hè, om die entropie dus te voorkomen. Dus Claude Shannon, de grondlegger van de informatietechnologie ook, hè, een van hem, die zei al van, information is the resolution for uncertainty. Of uncertainty. Zo, daar hebben we een hekel onzekerheid. Aan, onzekerheid, hè? Maar de onzekerheid die wij nu hebben, is juist omdat we deze wetten negeren. Daarom worden we steeds
komen dus in onzekerheid terecht. Onzekerheid, precies. Hè, dat is ook belangrijk. Ja. Hoe groter de onzekerheid, dat we dus obsessief compulsief worden in het creëren van een schijn. Precies. Dus we onderdrukken de informatie. Dat is wat mijn psycholoog wel eens tegen mij zei. Obsessief compulsief. Ja, precies. Ja. Ja. Wij noemen dit ook. Dat wordt manisch. Wij noemen dit ook IDD. Geen HDD of zo, ADHD, maar IDD. Information Deficit Disorder. Ja. En dat kan manisch worden. Dat is manisch. Oh, dat is manisch. Ja. Want dat is hoe de wereld nu ingericht is. Dus in toenemende mate zien we dat de onzekerheden te lijf gaan met schijnzekerheden. Die leiden alleen maar, en de uitkomst is entropie, nog grotere chaos. Waaruit je Bakas over zegt van de wereld van chaos. Ja. En hij zegt ook als trendwatcher dat we zien dat die chaos eigenlijk alleen maar toeneemt. Dat zien we nu ook gebeuren. Een oorlog in Oekraïne, voedselschaarste, energieschaarste, spanningen, enorme lijst, samenleving, boeren, stikstof. De lijst van de World Economic Forum, de Global Crisis, de Global Risk lijst, die groeit alleen maar. Er wordt niks opgelost. Ik volg het al 12 jaar, er wordt niks opgelost. Omdat dit aan de hand is. Het kan ook niet opgelost worden met de perceptie die we nu hebben. Met de lineaire manier van denken. Precies. En met de one size fits all benaderingen zie je dat, omdat het een gedifferentieerd vraagstuk is, of gedifferentieerde vraagstukken die interconnected met elkaar zijn, en dat zien we dan wel, zien we dat we dat dus niet, maar we maken het dus erger. Ja. Maar wij hebben de capaciteit en de intelligentie en de creativiteit om van die entropie negentropie te maken. Wat zeg je daar nou? Negentropie is het woord voor orde. Oh, dat is wel een oplossing. Negatieve entropie is negentropie, is orde. Dus wij kunnen... Oké, goed luisteren, want nu komt-ie. We wel besturen, maar ook weer hetzelfde verhaal met... Het duurzaamheidsteken in principe. Ja. Is dat voor de wat je daarmee bedoelt? Voor de lange termijn. Wat ik in mijn boek beschreven heb, de onbeperkte waardecreatie. Ja, precies. Is hetzelfde. Dus waardecreatie. Ja, waardecreatie. Eigenlijk onbeperkt is een infinitieve. Infinitieve voortgang van het leven, noem ik het maar. Hè? Nee. Zo, dus het survival. Daarboven leidt het tot destructie. Ja, destructie. En daar zit waardecreatie. Ja, maar we beginnen ook weer met de perceptie. Dan gaan we de andere kant op, zie je? Die kant op. Ja. Net zoals het Hebreeuws, we lezen van dus rechts naar links. Binnen de realiteit, binnen die grenzen van de realiteit, wat ook de grenzen van de functionaliteit zijn, dat het kan blijven functioneren. Plus die informatie, voldoende informatie, plus informatie. En dan het leven natuurlijk, de levende systemen, organisaties, alles van toepassing op dat met die symbool. Dus dan krijg je die continuïteit van de mogelijkheden. Dat kunnen wij doen. Dus wat ik in mijn boek beschreven heb, is dat data de bron is voor waardecreatie. Het boek heet ook van hoe verdien ik geld in het digitale tijdperk. Ja. Ja, dus dat betekent, dus wat ik nu zie om ons heen, is dat digitalisering leidt in 90% van de gevallen tot waardedestructie. Hè? Dus doordat we het complex maken vanuit een misperceptie. Ja. De realiteiten van de economische realiteiten niet accepteren. De wet en regelgeving niet meer accepteren. Het sociologisch vraagstuk niet meer accepteren. Een fait accompli nemen dat IT leading is. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Met andere woorden, dan zeg ik tegen zo... Heeft u een ambitie? Ja, ik heb een ambitie. Hoe ga je die dan realiseren? En dan komen ze dus in die lineaire aanpak. Maar dan ga je nooit komen. Durven ze het niet meer. Ja. Maar terwijl we eigenlijk zeggen van... Je kan heel veel waarde creëren, maar stap uit je paradigma. Ja, exact. Stap uit je paradigma. Perceptie, paradigma. Ga holistisch denken over. Exact. Dus heeft u een ambitie? Hoe gaat u die ambitie realiseren? Bent u nieuwsgierig? Want als je niet nieuwsgierig bent, stap je nooit... uit je paradigma. Nee, want mensen willen niet meer leren. En dat leren is natuurlijk natuurlijk. Wij moeten altijd maar blijven leren. Levende systemen. Wij evolueren, dus moeten we leren. Als iets stopt met leren... Waarom willen wij niet meer leren? Is het dood? Is dat niet het probleem in Europa? Niet lerende systemen zijn dood, Ken. Een land als Israël heeft 126 unicorns voorgebracht. Er wonen 9 miljoen mensen. Hmm. En in Europa met 350 miljoen mensen hebben wij 25 unicorns voortgebracht. Dus die innovatie komt hier niet meer van de grond. Nee. Onvoldoende. Dus wat gebeurt daar nou, wat hier niet gebeurt?
Hoe komt dat nou? Zij willen leren, ze leren iedere dag. En hier willen wij niet meer leren. Waarom komt dat, dat wij niet meer willen leren? Omdat we denken dat we het al weten. Omdat we denken dat we het allemaal wel weten? Ja, precies. Oké, arrogantie is dat. Arrogantie, zelfgenoegzaamheid. Zelfgenoegzaamheid. Complacency. Ja. Ja, dat zijn echt belangrijke dingen die wij niet doorhebben nog, maar wel die risico's vergroten. En zijn te veel zekerheden om ons heen gebouwd. En wij willen zekerheid, maar die bestaat niet. Ja, alleen de zekerheid kan alleen maar bestaan door zelf die correcties te doen. Ja. Met die informatie die je dus nodig hebt. Ja. Dan maak je de maximale zekerheid, want dat is ook hoe de natuur naar de beschaving of naar de survival mechanismen leidt. Dus we bouwen allerlei soorten schijnzekerheden. Maar dat is compulsief, obsessief aan het inrichten zijn, we ook onze bedrijven. Dus die hele witwasschandalen bij die banken. Dus bij de Rabobank, Big Time en de ING, Big Time. Ze hebben allemaal boetes gekregen. En vervolgens hebben ze duizenden auditors aan boord gehaald. Die mensen kosten ook een paar centen. Ja. En desalniettemin vindt het toch nog steeds plaats. Omdat ze eigenlijk dat is niet de oplossing voor het probleem. Dus die one size fits all, die duizenden auditors. Want het zit in de data van de banken. Het zit in de data, het zit in de informatie. Het zit in de informatie. Ja, that's it. Here. En ze kunnen er niet, weten niet hoe ze dat moeten besturen. Want ze blijven het maar besturen. Voor als ik er nou maar heel veel auditors omheen zet. Want die systemen zijn natuurlijk allemaal oud. Die zijn 30, 40, 50 jaar oud. En de mannen die systemen hebben geschreven, die zijn al lang begraven. Of die zitten in het bejaardenhuis te scrabbelen. Ja? Dus die hebben geen idee. En dus mensen zeggen, je moet er niet meer in systemen komen. Want Dus nooit meer uit, hè? Ja, juist wel, want dit is een elegante, simpele oplossing. Informatie, processing, cognitie. That's it. Het kan niet anders zijn in mijn perceptie. We hebben een half hamerster verantwoordelijk op huis niks verkeerd gedaan. Nee, maar mensen al zeggen, men zal natuurlijk al zeggen. Verkeerd gedaan, maar ik denk dat die man aan het hoofd staat van van het entropisch systeem. Zo kun je het noemen. Ja. Van alles gedaan heeft om. Ja, zo kun je het, noemen. We hebben een entropisch, disorderlijk systeem. Wat is wij dus helemaal geen boef. Nee. Misschien een klein beetje een boef, maar niet echt een boef. Nee. Maar nu die weg is, blijft die bank voortsudderen. Hmm. Met de problemen waar de Rabobank en de ABN AMRO. Dat doen ze allemaal, hè? Spoorwegen, Schiphol. Je ziet overal die chaos. Ja, maar dat wordt natuurlijk aangepakt niet als een interconnected systeem, maar als stukjes van het systeem. Oh, stovepipes. Dan krijg je stovepiping. Dus je krijgt compartimentalisatie in het hele procesbestuur. Dus bij mij een achterdeur begint zijn voordeur om de deur op slot. Klaar, toch? Volgende slide? Ja. Okay. Volgende slide. Ja. Nou, wereldwijd. Dit is eigenlijk een slide van hoe je in principe je doelen niet kan behalen eerst. Dan zal ik zo meteen zien hoe je ze wel kan behalen. Dat is interessant dat je daar rechts op geschreven hebt. Hè? Juist. Want dat zijn onderwerpen waar we nu allemaal maatschappelijk volop mee bezig zijn. Ja, precies. Dus ik heb deze gelist. En dit is in principe wat ik heb gemaakt om aan te tonen van als je de informatie, dus als je de weg, dit is een feedback loop. Hè? Feedback loop. Informatie. Tekort, hè, in dit geval. Een deficit, ja. Geen energie, betekent dat om te kunnen besturen of sturen. Dit zijn de grenzen van die functionaliteit. Dat is de realiteit, hè, de waarheid in principe. Ja? Dan ga je steeds buiten lopen. Zit, buiten, buiten. Dat doel, wat je dus gesteld hebt, bijvoorbeeld mondiale financiële controle van het World Economic Forum, gezondheid, WHO, klimaat, stikstofbeheersing. Nee, maar wij denken toch, we begrijpen dat het klimaat verandert. Hè? Dan denk ik dat zou kunnen. Ja. Hè? Maar wij denken toch, we weten waar de oorzaak is. En vervolgens zeggen we, CO2 is het probleem. Ja. En als we nou die CO2 terugdraaien als een soort thermostaat. Hè? Dus het CO2 zien als een thermostaat waar we aan kunnen draaien om het klimaatprobleem in de wereld op te lossen. Dat is toch knap denken. Hè? Ja, maar die weg daarheen, begint al met het negeren van informatie die ook relevant is. Ja, natuurlijk, want je negeert natuurlijk een hele hoop informatie. Dus, daar ga je. Kom je al buiten die functionaliteit maar uit. Maar wat je hier dus, hè, dus op macro-economisch of macro-gebied ziet. Hè, dus een klimaatprobleem is natuurlijk. Hè, maar ook een bedrijf, een klein bedrijf, gewoon een normaal familiebedrijf.
heeft natuurlijk daar ook last van. Exact. Is dat ze zeggen van, hoe komt het nou dat de winstgevendheid van mijn bedrijf is niet echt geweldig? Ja, ja. Maar je kan daar ook heel tevreden al mee zijn. Ja. Hè? Maar ja, vergeleken met andere partijen. En ze, wat ga je nou doen de komende jaren om dat bedrijf, we willen verdubbelen qua omzet en zo, maar hoe gaan die dat nou doen? Dat dus niet de kostenstructuur van je onderneming gaat exploderen. Hè? Want laat ik eerlijk zeggen, dus als je de ambitie hebt om je omzet te verdubbelen, ja, dat zou wel eens de ondergang van je onderneming kunnen betekenen. Als je volgens deze manier van denken, lineair, exact, dan gaan je kosten through the roof. Ja, dan, want, word je dus helemaal niet meer winstgevend. Ja, want de correctie dus daartussen die lijnen in is niet mogelijk. Of die doe je niet. Dus die gaat uit de hand lopen. En dan krijg je wat er gebeurt dan. Het tegenovergestelde gebeurt. Er wordt geen benodigde verscheidenheid gebouwd. Dat is ook een cybernetische wet. Dat is de law of requisite variety. Dat je capaciteit moet bouwen, capabilities, kennis, informatie, allemaal nodig. Wil je je doel kunnen bereiken? Wil je dat levensvatbaar maken? Viability. Dan heb je data, informatie nodig. En viability is natuurlijk de communicatiefactor. Ja. Dus holistisch denken. Ik kan het niet makkelijker. Holistisch naar het vraagstuk kijken. Ja. Maar ook een holistische oplossing bedenken. Waar ze van, als ik iets ga doen, hè, want ik heb ooit een groot project gedaan bij AXO. En ze zeiden van ja, maar als jullie dit gaan doen, dat betekent gewoon dat de return on capital employed, die nu maar 5% is, die gaat verder naar beneden. Als je op deze lineaire manier verder gaat boeren. Ja. Ja, nou ja, dus hoe ga je dat nou oplossen? Onbeheers... Je hebt er eigenlijk nooit over nagedacht. Die onbeheersbaar. Dus we hebben een aantal factoren nodig om die beheersbaarheid te bewerkstelligen. En dat is de informatie, de capaciteit, de capability, data, de kennis, de data. Alles moet je dus doen. Dus ik zeg hier, maar dit is natuurlijk een voorbeeld van entropie. Ik volg van entropie. Stel geen vragen. Dus ik volg een ideologie en stel en geen vragen. En beperk het aantal keuzes, hè, dus de afslagen. En vergroot het aantal keuzes niet. Hè. De huidige controlesysteem van de elite door middel van lockdowns, verstoring van de sociale cohesie, gericht op financieel gewin en macht zijn onhoudbaar en schadelijk. Conversatie, het delen van informatie tussen autoriteiten en mensen, wordt onderdrukt en gecensureerd. Vandaar dat er niets meer zal lukken wat we willen. Dat is eigenlijk mijn conclusie. Dus ik zeg altijd, the light in the tunnel. Onhaalbaar. The light in the tunnel is the train coming towards you. Exactly. Yeah. Dus dat is echt volgens de natuur, hoe de natuur werkt. Dit, hè? Hoe de realiteit is. Hoe de wereld functioneert. Maar dit zie je op macro niveau, dit zie je op politiek niveau. Op alle dat zie je dus ook op bedrijfsniveau. Ja, bouw maar een familiebedrijf. Ja, maar bouw maar eens een slechte. Autocratisch. Precies. In één richting aan het denderen. Ja. Waar er een CEO komt te zitten die niet durft en die denkt van, mwah, dat ik ga dus die keuzes beperken en ik ga die eenrichtingsverkeer oplossen. Ja. Want uiteindelijk is het niet mijn geld. Want ja, een motivatie is dan fout ook. Hè, daarvan. Maar men realiseert zich dit nog niet. Volgende slide, alsjeblieft, zal ik het nog even uitleggen. Volgende slide, ja. Nu gaan we kijken wat haalbare doelen zijn. Oh ja. Hè? Dus wat moeten we dus doen? Die feedback weer gebruiken, informatie gebruiken. En ons corrigeren. En dan tussen die grenzen van die realiteit of van de functionaliteit terechtkomen. Dat is de correctie die we doen onderweg, ja. Informatie door feedback, energie om te kunnen besturen. Ja, holistisch. Scenario denken. Systeemdenken eigenlijk. Ja, systeemdenken. Systeemdenken. Nou, bouwen van benodigde verscheidenheid om risico's te beheersen. Dus capability, capaciteit, data, alles. Pluriformiteit in kennis en dus know-how. Dus levensvatbaarheid. Ja. Viability. Functionele levende systemen. Binnen die grenzen van die functionaliteit altijd. En dan krijg je dus haalbare doelen. Duurzaamheid, functionaliteit, milieu, zelfvoorzienend leven, geluk, gezondheid, maatschappij. Dat hebben wij in onze hand. Maar, volgende slide. Volgende slide alsjeblieft. Oh, heb ik hem, sorry. Ja. Maar we hebben te maken dus, en dit is eigenlijk een slide waar ik de uitleg, de lineaire wereld en de non-lineaire wereld. De lineaire grens hier, die loopt hier. Dat is reductionistisch wordt het bepaald. Hè? Wetenschappelijk reductionistisch eigenlijk. Ja, op de oude manier van wetenschappelijk denken is het reductionisme, het analyse. Hè? En dit deel is eigenlijk de synthese, de totaliteit zien, ook de relaties. Nou,
Dit proberen we dus. Deze wereld leven we nu in de lineaire perceptiewereld. Die wordt altijd gereguleerd. Wet, regelgeving, compliance, et cetera. Er wordt helemaal doodgeknuffeld. Management alleen van de causale effecten. Maar complexiteit geeft ook non-causale effecten die je niet, waar je niet bij kan. Butterfly effect. Butterfly, die staat er al bij. Dus complexiteit, het onzekerheidsprincipe, sturing en beheersing van niet-causale, niet-lineaire effecten, risico's, is alleen mogelijk via terugkoppeling, feedback, loops, informatie, cognitie, gesprek en samenwerking. En dus dit staat, dus deze vier delen is eigenlijk de basis voor hopelijk onze correctie in de maatschappij om zo op die manier verder te kunnen leven. Want, het is geen rocket science wat je hier vertelt. Hè? Logica. Het is gewoon normale boerenlogica. Ik word ook maar een boer. Maar luister naar de boeren. Een baggerboer was het vroeger. Nee, maar luister gewoon naar de boeren. Ja. Dat je ziet dat die mensen op basis van hun kennis en ervaring ook van de natuur begrijpen wat ze wel en wat ze niet kunnen doen binnen hun boerenbedrijf. Ja? En het is doodgeknuffeld worden door de technocraten. Hè? Ja. En ik zeg altijd, technocraten zijn de gevaarlijkste mensen. Hebben namelijk geen geheugen, geen geweten. Ja. Ze hebben ook geen emotie. Maar dat is het scientisme wat we nu hebben. Het scientisme. Ja. Science, dat door technocraten, hè? Ja, pseudo-wetenschappers zijn. Een ideologie gemaakt is. Ja, een ideologie van dat er bestaat alleen maar het empirische realiteit. Hè? Die we kunnen voelen, zien, aanraken, et cetera, de empirische wetenschap. Maar die houdt geen rekening met non-lineariteit. Alleen maar, die blijft hierin hangen. Het reductionisme is dat. Okay. En het reductionisme is al lang achterhaald door mensen zoals James Gleick, Jeremy Campbell, die informatietheorie beschreven. En dus al gezien hebben dat het Newtoniaanse idee, natuurwetten die altijd zijn, gebroken is nu, dat we een totaliteit waar geen rekening mee gehouden was om het complexiteit te beschrijven. Complexiteit is onze totale realiteit, waar wij in zitten, waar we in leven moeten. Nou, kijk, en die is non-lineair, dus mijn leven kan dus beïnvloed worden door iets wat ik niet causaal kan zien. Ergens anders. Kijk, het leuke is dat wij bij elkaar zijn gekomen, toevalligerwijs, ga lekker zitten. Ja. Goed verhaal. Dus wat ik in mijn boek beschreven heb, hè, dus data van creatie. Waarbij ik zelf ben gaan ontdekken van dat de complexiteit. Hè, dus ik heb ooit verhalen geschreven over de demystificatie van het IT-domein. Hè. Dus je ziet dat wij de behoefte hebben gehad om heel veel dingen te mystificeren. Hè. Dus ook een grote mystificatie. Ja. Hè, van, en op een gegeven moment ben ik aan de slag gaan met de demystificatie. Ben gaan begrijpen van waar zit nou die mystificatie. En die zit dus in die schijnwerkelijkheid en die schijncreativiteit van het applicatielandschap. Ja. Hè? Dus lineair alles ingericht. Hè? Ja. En vervolgens heb ik gezegd, wat is nou de way out uit die wereld? Hè? Maar je moet natuurlijk wel de uitgang vinden. Ja. En toen liep ik tegen Dessa Glasser aan. En die werkte bij JP Morgan Chase. En die zat voor hetzelfde probleem. En een Joodse dame die heel slim. En die zei het me, I've got a solution. En dus die had een deurtje gevonden. Ja. En dat deurtje was data. Ja. Dus die ging terug naar de bron. Ja. Hè, de bron van waar zo'n onderneming op draaide, data. En toen kwam ze tot de conclusie dat, iedereen vergelijkt data met olie, maar dat is geen goede vergelijking. Omdat het enige wat het vergelijkt is dat je eerst moet exploreren om daarna te kunnen exploiteren. Alleen het verschil is van olie heb je nooit genoeg. Maar data heb je altijd te veel. Dus dat betekent dat je moet terug naar het indexeren, categoriseren, klassificeren, het cleanen van je data om schoon bronwater te krijgen. Ja. En de waardevolle data die ertoe doet, om van daaruit dus een nieuwe realiteit te creëren op basis van. He, want de data vertelt ons vanuit de natuurwet wat je daarmee kan en welke waarde je mee kan creëren. Dus dat je daarna gaat luisteren. Ja. En vervolgens ben ik daar een hele filosofie op gaan bouwen. Dat, hoe doe je dat nou? He, met praktische handvatten. Hoe doe je dat nou in een lineaire wereld? Dus een applicatiecentrische wereld. Je moet naar een non-lineaire wereld waar data leading wordt. Ja. Waar de kennis en de know-how en de butterflies om je heen fladderen. Ja. He, want we leven natuurlijk in de wereld van onzekerheid. Ja, is dat je daar dus control over kan krijgen. Ja.
En dat je dus je doelstellingen kan realiseren ja. binnen wat is strategisch mogelijk, wat is financieel mogelijk, wat is, ja. wat is sociologisch mogelijk. Hè? En hoe los ik nou de complexiteit van die systemen op, dat die dus niet meer mijn speedbump worden, maar mijn accelerator worden ja. voor de doelstellingen. En dat ik daar eigenlijk heel relaxed in kan opereren en niet met samengeknepen billen. Nee. Hè, wat Mario Andretti zei, als je met 300 km per uur door de bocht heen vliegt, je hebt hem onder controle, dan ga je niet hard genoeg. Ja, maar je definieert wat ik zeg hier. Maar in deze maatschappij rijden we geen 300 nee. km per uur. Maar jij definieert nu 20 km per precies, uur. Maar jij definieert nu precies wat ik hier aan wil tonen. Ja. Wat je zegt. Maar wat de mensen hopelijk ook begrijpen. Want uiteindelijk is het zo. Van jouw perspectief. Als kamergeleerde dat allemaal gaan zitten verzinnen. Ja, maar als niemand jou begrijpt. Nee, maar geen bal aan. We hebben gewoon de metaforen van ons leven. Pas het maar toe. Ja. Ik zeg tegen de mensen. Pas het nu eens toe. Ja. Ga eens opletten of je genoeg informatie hebt om iets te doen. Ja. Of iets te bouwen. Een ja. huis te bouwen. Fundament ja. van een huis. Ja. Maak, als je dat niet goed maakt, zal het huis nooit blijven bestaan. En er is maar één zekerheid, dat ja. alles onzeker is. En geniet ervan. En dit zijn ja? in principe, ja. wat ik ook wel wilde toevoegen, dat we hebben het hier over probabilities, over waarschijnlijkheden. Hè? Maar de waarschijnlijkheden zijn dus in ons leven, als mens, door ons bewustzijn te sturen en te redelijk te beheersen, als we maar die informatie, relevante informatie, niet das gebruiken. Niet dat mens. Gebruiken, ja. Ja. ja, want alles begint en staat met onszelf. Hè. Je kent George Berkeley, hè. De tree in the forest, het boom in het bos. Hè. Ja, dat de boom moet zien in het bos niet meer. Nee, dat is eigenlijk van als een boom valt in het bos. hè, dat is het perceptieprobleem. Ja. Als een boom valt in het bos en er is niemand bij om hem te horen vallen, maakt hij dan geluid? Ja. Ja. Daar begint het perceptieprobleem mee. Maar daar wil ik het ook mee afsluiten. Ja. Ik vind het wel een mooie. Ja. Arend, hartelijk dank voor deze uitleg. Mag ik nog één iets zeggen? Dat, nog één iets toevoegen. Knippen we eruit hoor. Ja, maar goed, ja. De basis is dat wij toch we hebben begonnen, we zijn een volkslobby begonnen. Ja. Om deze informatie, zeg maar, met deze informatie bewustwording te vergroten. In IDC. Ja. Institute for Data Centricity. Okay, precies. Maar vanuit ja. een holistisch perspectief. Exactly. Deze toepassing op de samenleving willen toepassen. En uitleggen zodat exactly. iedere freak in de street ja. het ook gaat begrijpen. Gaat begrijpen en die volkslobby hopelijk dat en die dat heeft de dan oplossing van onze maatschappelijke problemen komt uit het volk. Niet vanuit Den Haag komt, maar vanuit het volk zelf. Precies. En dat heet iedereensamen.nl of everyonetogether.com. Met een eentje in het midden. Als dit zoals de drie musketeers. Ja. All for one and one for all. Arnhem, hartelijk dank voor dit. Oké, graag gedaan. Okay. Dank u wel. Dit is tijdens stom van Café Weltschmerz. Ik hoop dat je bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.